Ceruzum Open Air viert zijn lustrum met een grutter podium en een bredere line-up. De SOA-podia stienen midden in de Grijden, wat in de volksmoele ook wel de poes naam wordt. Dit loekt verschillende soorten besiekers om. Ja, ik ben wel de liefhebber van inderdaad de rock en metal. Hè. Op de Vredejongens is het eigenlijk ik wil een beetje een dwarsfeestgevoel wat hier heerst. Het is toch wel heel leuk om hier gewoon om te stappen. Maar ik hoorde net van de muziek. Hierachter hebben we een sfeertent. Dus ja, als je net van de muziek hoort, kan je er ook wijzen. En nou ja, dan heb je natuurlijk de liefhebbers van het Hudderen-genre, wat op zaterdag hier voornamelijk komt. Wat dit hier echt naar is de Soaloon. Het is natuurlijk een saloon, dus een mooie woordspeling op uw naam is SOA. En de functie is eigenlijk, wie ga je normaal tenten staan, waar bijvoorbeeld de EHBO in zit. En nou, we hebben wel iets van een shotjesbar. En we dachten, ja, dat kunnen we beter even een keer leuk onklaaien. Dus vandaar de Soaloon, daar kunnen mensen aan het shotjes hellen en het Rad van Fortuin draaien. En dan kunnen ze van alles winnen, dus of shotjes of leuke merchandise of dat soort dingen. En dan hey, die witte daarnaast. Dat wordt de EHBO past, dus dan had ik voor een mooi plakje wat ze terug kennen. Werd de organisatie in juli wel een sintje verwacht hier, bloed het spand of het wel droeg bloot? Ja, wij doen eigenlijk net de Sjern. Maar ja, juster hier zit ik ook grote rugwind en 100 km per uur, dat is dus ik voorbij gang. Dus wij hopen dat alles dus goed gezind is. En Sanet, wij hadden wel een aantal tenten natuurlijk, dus je kan wel een droeg plakje vinden. En wij zetten gewoon terug.